Oei, 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 oei. Ik ben niet te laat. Ietsje pietje te laat. Nou, het kan een keer gebeuren. Kan een keer gebeuren. Ik zal mezelf weer even kleiner maken. Ja! Yeah. Daar zijn we dan. Beter laat dan nooit. Oké, het was een klein foutje. Nou, klein foutje. Ik was gewoon iets te laat. Ik was gewoon bezig met andere dingen. Ik was nog even aan het eten. En toen in één keer dacht ik, shit, het is al 4:30. Nou ja, maakt niet uit. Beter laat dan nooit. We gaan vandaag weer knallen op mijn free-to-play account samen met jullie. En we gaan opdrachten voltooien. Heb ik vorige week ook live gestreamd op mijn free-to-play account? Zou kunnen, ik weet niet helemaal meer zeker. Maar in ieder geval, wat we gaan doen is 2 nieuwe knokkers vrijspelen. Misschien, ik weet nog niet 100% zeker, maar ik ga kijken of dat gaat lukken. Want we hebben hier namelijk 95 credits en hier 40 chroma credits. Als me het lukt om pad 55 te halen, dan spelen we een chromatische knokker vrij. Want ik heb nu momenteel 480 punten. Dus nog 20 erbij, we hebben een chromatische knokker. En dan kunnen we dan natuurlijk kijken welke ik dan vervolgens ga kopen. We hebben de keuze uit Sam, Otto, Jeannette, Yves, Lola en Serge. Dat zijn de keuzes die ik heb. Daarnaast kunnen we dus misschien ook Ems vrij spelen. Want ik krijg dus 95 credits krijg ik erbij. Plus we hebben hier zometeen over 200 trofeeën ook nog 50 credits. Dan kom ik wel net ietsjes tekort. Dus moeten we even zien hoe we dat gaan doen. Desnoods kan ik eventueel iets edelstenen bijleggen. En de volgende credits, wanneer krijgen we die? Die krijgen we bij pad 58. Dus dat zou eventueel ook kunnen. Maar we gaan het zien. We gaan zien wat er terecht van gaat komen. Maar als jullie trouwens zin hebben in deze livestream, doe even dat duimpje omhoog. 1000 likes zou uiteindelijk mooi zijn als dat gaat lukken. Of als je dit terugkijkt als video, kan natuurlijk ook. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. En ik zet ook even een poll in de chat. En dan kunnen jullie gaan stemmen. Wat ik moet doen bij de 500 likes. Dus als we 500 likes hebben gehaald, moet ik dan de knokker upgraden van krachtlevel 8 naar krachtlevel 9. Moet ik dan die balling cold skin kopen. Dat is hier deze skin. Die kan ik kopen voor sterpunten. Moet ik 2 gadgets kopen voor een knokker naar keuze. Dus dat kan bijvoorbeeld dan Jessie zijn, Jackie, Penny. Of nou, dan kan ik natuurlijk beter Bull of Daryl doen, want daar heb ik nog geen gadget voor. Of zal ik dan 2 knokkers van krachtlevel 6 naar krachtlevel 7 upgraden? Jullie mogen stemmen op het moment dat we de 500 likes hebben gehaald op deze livestream. Dus niet op de poll, dan gaan we dat doen. Maar laten we nu maar gewoon lekker gaan beginnen. En dan kan ik eerst even de krachtpunten verzamelen. En weer 185 erbij. Dan zitten we al dik over de 2000. Dus dat is wel lekker. En nog 640 coins erbij. En ik heb momenteel 16.000 coins op mijn free-to-play account. Hè? Nooit geld uitgeven. Vind ik vrij netjes van mezelf. Maar laten we nu de opdrachten maar gaan voltooien. We moeten in Duo Showdown spelen met Rico of Gus. Dus dat gaan we eventjes doen. Duo Showdown. Teamcode creëren. Ik doe gewoon de hele tijd nieuwe teamcode. Dat is wel net zo makkelijk. Voor nu doen we dat eventjes. Zometeen als ik duo die opdracht heb voltooid, kunnen we altijd nog even een andere doen. Kan altijd nog. We zijn met Tomkip 3. En samen met Tomkip 3 gaan we even iedereen slopen. Hij heeft er best wel trofee trouwens. Nou, valt trouwens mee. Hij heeft gewoon een aantal knokkers heel hoog. Hij heeft gewoon een aantal rank level 25's en El Primo gewoon rank level L 28 gehaald. Maar ook heel veel heel laag, oké. Nou, dat wil wel. Dan kunnen we dit denk ik wel winnen. Als jij dan gewoon met de knokker gaat die iets lager hebt. Bijvoorbeeld Jeannette. En dan moet ik trouwens ook met de andere knokker. Ik moet met een van de knokkers die ik hier heb staan. Gus. Doen we Jeannette en Gus. Dan gaan we iedereen slopen. Dat is wel één ding wat zeker is. Joran, ik ben jarig. Gefeliciteerd. Even kijken. Ursula. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Ik ga nu trouwens niet bij iedereen zeggen ik ben jarig. Of gefeliciteerd zeggen. Want als iedereen zegt, want dan zegt iedereen in de chat ik ben jarig. Ik kom niet helemaal goed uit mijn woorden. Maar in ieder geval, als ik nu iedereen ga feliciteren, dan blijf ik bezig. Want dan gaat iedereen in de chat zeggen dat ze jarig zijn. Maar laten we even geconcentreerd spelen. Want we willen natuurlijk even zorgen dat we dit potje gaan winnen. En ik moet volgens mij nog 5 kills maken met Gus. En dan heb ik die opdracht voltooid. Dus dat is lekker. En nu denken jullie misschien, als jullie al snel hebben uitgerekend, Joran, je gaat die credits en chroma credits toch niet vrij spelen? Ja, dat klopt. Maar ik heb een maniertje hoe ik dat misschien toch nog kan doen. Want we gaan namelijk spelen met knokkers die ik nog heel laag heb qua krachtlevel. Moet hier even uitkijken voor die tik. En die krachtpunt kan ik nu hebben. Yes, top. En dan gaan we die tik nu weer aanvallen. Heb ik hem?
Oh nee, oké, ja, hij is wel gekild, maar voor de rest niet zo. We moeten nu even die gus pakken. Ah, ik maak bijna geen kills, dat is irritant. Oké, nu even kill. Oké, ik heb toch 1 kill gemaakt. Maar op het moment dat je een lage knokker een krachtlevel omhoog krijgt, of nee, gewoon een level omhoog krijgt, krijg je ook 10 tokens erbij. Dus elke keer als ik dat doe, kan ik misschien op die manier alsnog wat tokens erbij verdienen. Zodat we uiteindelijk dan toch nog die pad 55 kunnen halen. Of 54. In ieder geval één van die twee. Ik denk dat het goed gaat komen, maar dat zien we wel. En anders moeten we dan binnenkort een keertje doen. Ik doe trouwens met iedereen 2 potjes voor degene die het zich afvragen. Messi of Ronaldo? Zuuu! Ik heb die vraag al zo vaak beantwoord, jongen, tijdens livestreams. Ik vind Messi de betere voetballer en Ronaldo is gewoon qua, zeg maar, mentaliteit de allerbeste. Zo kan je het ongeveer wel zeggen. En qua dribbelen en zo is Messi beter, maar... Kijk, ze hebben allebei plus- en minpunten. Dat is met alle voetballers zo. Ik ga trouwens even nu naar het midden, want daar wordt redelijk gevochten. Ja, lekker topkip. Oh, hij heeft alweer een kill, hoor. Hij heeft alweer een kill. En ik moet trouwens ook nog kills maken met Gus. Kan ik die maken? Oh nee, net niet. Maar maakt ook niet uit. We hebben nu alweer gewonnen. Tom Kip. Beast. Lekker hoor. En dat betekent dat we nu dus een rang omhoog zijn. En nu moet je opletten. Nu krijgen we 10 van die tokens erbij. Omdat we rang omhoog zijn. Dus dat betekent dat we eigenlijk de hele tijd met lage level knokkers moeten spelen. Nou ja, en ik heb er nog genoeg qua lage levels. Ja, jullie zien het hier. Al deze knokkers zitten nog onder de 100 trofeeën. Dus dan kom je heel makkelijk 10 levels omhoog. Bijvoorbeeld bellen, als ik die eventjes naar de 140 trofeeën push. Heb ik 10 levels omhoog erbij en dan 10 rangen, zeg maar. En dan heb ik in één keer 100 tokens er ook bij. Dus op die manier kunnen we extra tokens verdienen. Mocht dat nodig zijn. Maar Tom Kip 3, bedankt voor het meedoen. We gaan door naar de volgende. Want ik moet natuurlijk even opdrachten voltooien. We hebben bijna die in duo showdown gehad. Maar ik moet nog even 4 kills mee maken met Gus. We gaan even verlaten en dan gaan we een nieuwe doen. Nieuwe code staat in beeld. Mbappé of Haaland? Ja, dat vind ik wel lastig. Dat vind ik lastig. Ik vind Haaland gewoon baas of zo. Hij heeft gewoon scheid aan alles. Dat vind ik gewoon baas. En Mbappé is gewoon een zieke voetballer. Ja, daar kan je ook niet omheen. Trouwens even een updateje over de poll. Voor degene die net inschakelt. De score is gelijk. Een knokker van krachtlevel 8 naar krachtlevel 9 upgraden. Of Balling Coldskin kopen. Dat is bijna gelijk. Net had het 34-34. Nu heeft Balling Coldskin 1% voordeel. Dus het gaat spannen wat ik ga doen bij de 500 likes. Maar ondertussen zijn we met Koning Leon. En die heeft 50.000 trofeeën. En ranklevel 30 Janet. Oké, dat is wel baas. Ziek man. Oké. Dan moeten we natuurlijk eigenlijk even een mooi potje doen. Alleen dan wel met een knokker die je iets lager hebt. Oei, hij heeft alles 700 of hoger. Even kijken. Ik kan natuurlijk ook een opdracht met Rico doen. Hier heb ik krachtlevel 4. Ah, ik kan Rico even 1 keer upgraden, want dat kost alleen maar coins. Daar heb ik geen krachtpunten voor nodig. Dus dan doe ik dat eventjes. Dan gaan we wel met Rico spelen. Dit kan toch niks worden? Oi, 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 oi. Nou, we gaan het gewoon proberen. We gaan het zien. Maar 700 trofeeën. Ik denk dat dit heel pittig gaat worden. Als we nu een win halen, dan zou ik dat echt heel geniaal vinden, om eerlijk te zijn. Ik zal even deze pakken. Ik heb 3000 levens. Bro, dat gaat toch nooit lukken. B is op zich dan wel een van de chillere tegenstanders die je kan hebben. Ik ga nu even hier uitkijken. Even hier via dit muurtje hits doen misschien. Ja, ik kan niet zoveel. We worden hier echt totaal opgesloten. Oké, wat moeten we nu? Wat moeten we nu? Oké, nu ben ik echt bijna dood. Ja, ik ben dood. Jongen, ik heb zo weinig levens daar. Ik had dat team ook gewoon tegen mij. Dat is ook niet echt heel erg handig. Oké, maar gelukkig leeft Koning Leon nog. We moeten dit potje bij even winnen, Koning Leon. Ook al is het redelijk hoog niveau voor mijn level knokkers. Ja, maakt in principe niet zo heel veel uit. Ik ga ze allemaal slopen, jongen. Als ik zo meteen mijn super heb, ik maak ze allemaal kapot. Oh, dit is wel een beetje balen. Ja. Oh, daar zit ook nog een team, bro. Waarom zitten al die teams hier? Of waren die met z'n allen aan het... Ik heb geen idee. Nou, we zijn uiteindelijk vierde geworden. Dit is echt niet te doen, jongen. Dit is echt niet te doen. Ja, wat wil jij, Koning Leon? Je mag natuurlijk nog een keer proberen, maar oké, hij probeert nog een keer. 772 op dit moment. Qua trofee. Oké, dit gaat helemaal moeilijk worden. Dit gaat helemaal moeilijk worden. Speel weer een Pet Simulator X, please. Wie zegt dat? Croc2Gaming zegt dat.
Ja, ik heb het nu een paar keer gedaan. Ik vind het wel een grappig spel, dat sowieso. Maar kijk, ik moet natuurlijk ook wel video's maken die jullie het leukst vinden om te kijken. En de support was prima, maar niet echt denderend of zo. Ik kan het binnenkort nog wel een keertje doen, dat wel. Maar nu ga ik eerst even geconcentreerd spelen hier zo. En... jawel! Oh, lekker, 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 lekker. En dit gaat ook nog goed. En dan kan ik die Leon misschien nu hebben. En heb ik die? Geen idee. Nou, ik heb hem niet. Maar we zijn wel heel sterk. 11 krachtpunten. Oké, en dit is het chillen. Koning Leon leeft ook nog. Dus die is ook heel sterk nog. Dan hebben we nog een Frank en een Penny. Die Frank moeten we even voor oppassen. Die kan wel gevaarlijk zijn. Maar ik kan ook gevaarlijk zijn. Want ik ben niet meer zo slap als wat ik net was. Met 12 krachtpunten kan ik nog wel wat. Ja, die hebben wel, die Frank. Oeh, die ging nog bijna dood door die Penny ook nog. 13 krachtpunten. Oké, dit potje moeten we winnen. Koning Leon, gaat hij hem daar pakken? Ja, dat doet hij. Oké, lekker. Dan hebben we hier nog één team. En, oh nee, hier zijn twee teams. En die hebben we ook wel. En dan kan ik hier even mijn super neerzetten. Oh, die had ik net niet, die super van Tik. Dat is wel weer jammer. Dan gaan we even die Tik hier afsluiten. En die kan hier geen kant op. Yeah! Showdown! 18 krachtpunten! Easy game, Koning Leon! Deze tegenstanders waar we tegen moeten, die zijn allemaal gewoon 800 qua trofee of zo waarschijnlijk. Maar toch pakken we ze makkelijk. Ja! Easy game! Oké, dit is mooi. Dat betekent dat we nu nog 2 potjes moeten winnen met Rico. En we hadden 30.000 schade gedaan. Ja, maar eventjes kijken. Ah, valt me mee. Ah, trouwens, die Bol die had wel 800 trofeeën. 44.000 trofeeën had hij gewoon. Ja, hebben we toch even van gewonnen. En deze Bol was ook wel redelijk hoog. Allemaal krachtlevel 10, krachtlevel 11. Kom ik aanzetten met mijn krachtlevel 5. Ja. Maar ook natuurlijk door Koning Leon. Goed gespeeld. Ja, hij heeft ook 50.000 trofeeën. Hè? Dus 50.000 trofeeën, dat haal je niet in één keer natuurlijk. Ik kom terug op mijn tweede account. Let maar op. Nou, dan ben ik benieuwd, Koning Leon. Ik ben benieuwd. We gaan een teamcode creëren en dan kunnen weer wat mensen joinen. En even een tussenstand over de poll. Het ziet er nu naar uit dat Balling Colt uiteindelijk gaat winnen. Want die heeft op dit moment 39% van de stemmen. Dan hebben we wel een skin erbij. Ja, ja, dan hebben we een skin op mijn tweede account. Oké, we zijn met Dead en dan gaan we eens kijken. Die heeft wel rank level 25 search gehaald. Dus dat is wel nice. Heb jij ook knokkers die je iets lager hebt en nog wel redelijk krachtlevel? Ja, meneer P, hij heeft op zich best wel nice knokkers qua krachtlevels nog. Ik doe wel even Gus. Dan gaan we als Rico en Gus iedereen slopen. Trouwens, is al een tijdje geleden, maar Feyenoord had 99 cent gedoneerd. Ik was nog helemaal vergeten te zeggen, maar ik zie het nu in één keer in mijn beeld staan. Nog bedankt. Ik weet niet of je nog aan het kijken bent, want het was al volgens mij een paar minuten geleden. Ja, ik zag het toen wel of zo, maar ik reageerde niet. Ik heb geen idee. En nu zag ik het weer. Ik dacht, oh, toch even reageren. Thanks. Oké, we beginnen niet heel lekker. We kunnen even hier wat hits doen. Ja, top. En dan even kijken of we die Shelly kunnen hebben. Ja, we kunnen hem misschien al hebben. Oh, we moeten wel een beetje oppassen. Maar we hebben 4 krachtpunten, dus dat is wel erg lekker. Waar is die Shelly ondertussen? Oké, die is daar zo. Dat is prima. Hij heeft wel zijn teammate terug, dus daar moeten we even voor oppassen. Maar we zijn wel supersonisch sterk, dus in principe zouden we dit moeten kunnen winnen. Mijn teammate heeft ook al vet voor krachtpunten verzameld, dus we zitten nu al op de 9 krachtpunten. Ja, 10 alweer. Ja, dit gaat wel goed komen. Oké, dat betekent dat hier nog één team zit. Hier, die Shelly, kunnen we die hebben? Ah ja, oké, die hebben we. Die krachtpunten heb ik niet nodig om deze laatste kill te maken. Hij zit hier ergens in de bosjes. Of hij zat hier onder in de bosjes. Dat kan ook. Hoppa! Lekker jongen! Dit ging hartstikke goed. Trouwens, we moeten ook nog een potje op opnieuw spelen drukken. Dus ik hoop dat hij dat nu ook gaat doen. Want dan hebben we die opdracht ook voltooid. En als we dan ook nog winnen met Rico, hebben we in één keer 500 tokens erbij. Ja, hij heeft ook op opnieuw spelen gedrukt. Dus dat betekent dat we zometeen, als we deze winnen, 500 tokens er in één keer bij krijgen. Maar ja, dan moet dat dan natuurlijk wel eventjes gebeuren. Even uitkijken voor die Jackie. Even oppassen. Even mijn super hier neerzetten. Oh, ja, die stoel. Dat is lekker. Het gaat tot nu toe redelijk goed allemaal. Even weer mijn super neerzetten. Oh, ik ga echt als een raket. Ik ga als een raket. We hebben nu alweer 10 krachtpunten. Hoi, yo. Dat was wel echt een heel lekker begin. Oké, die kunnen we ook hebben. Jazeker. Dan hebben we 12 krachtpunten.
We slopen iedereen met Rico op dit moment. Oh, ik had verwacht dat die Jackie door zou lopen. Maar uiteindelijk doet hij het ook. En dan moeten we hier dit laatste team zien te pakken. En dan hebben we ze allemaal weer verslagen. Ja, easy game. En we hebben op opnieuw spelen gedrukt. Dus dat zijn 500 tokens erbij. En dat willen we natuurlijk eventjes hebben. Hier komt hij, hè. Komt hij. 510 in totaal, omdat we natuurlijk ook een niveau omhoog zijn met Rico. Krijgen we weer 10 edelstenen erbij. Dus dat is wel lekker. Ja, ik zei dus al in deze video, misschien dat ik een paar edelstenen ga uitgeven om uiteindelijk M's te krijgen. Want waarschijnlijk krijgen we zo meteen die 95 wel. Ik denk dat dat wel gaat lukken. Want we krijgen nog 500 hier erbij. En misschien met wat rang omhoog krijgen we hier 95. En we krijgen hier ook nog 50 erbij. Dus ik denk dat dat wel gaat lukken. Dat we misschien een paar edelstenen erbij moeten uitgeven. TBB die zegt, denk je dat PAX Zwolle weer terugkomt in de Eredivisie? Tuurlijk komt PAX Zwolle terug in de Eredivisie. Als kampioen van de KKB-divisie. Keukenkampioen-divisie. Ja, KKP-divisie, zo moet ik het zeggen. Tuurlijk, easy game. Maar Dad, thanks voor het meedoen. We gingen hartstikke lekker, dus dat is wel echt lekker. En dan gaan we door naar de volgende. Teamcode creëren. En dan gaan we eens kijken wie nu kan joinen. Oh ja, ik moet trouwens eventjes met Gus weer spelen. Ik wacht even totdat iemand is gejoind. Kjeld, voetballer. En dan ga ik nu even Gus selecteren. Gus. Die staat hier zo. Ja, en dan gaan we daar even mee spelen. Want ik moet namelijk 4 kills maken met Gus. Dus hopelijk gaat dat eventjes lukken. Zou mooi zijn. Doe niet de hele tijd een andere code, please. Nou, misschien zometeen als we duo showdown hebben gehad. Dat we even in knokbal gaan pushen of zo. Dan kunnen meer mensen tegelijkertijd joinen. Of dat kan trouwens nu al. Dan joint nog iemand. Dan gaan we even met z'n drie spelen. Want ik heb geen opdracht meer in duo. Dus dat is op zich wel handig. Dus we moeten even die opdracht met Gus gaan voltooien. Dus dat komt wel goed. We zijn met Kjeld, voetballer en Infinity, yo. Yes. Toevoegen als vriend. Ja, sorry jongen. Ik kan niet iedereen toevoegen als vriend. Of hoeveel vrienden heb ik op dit moment op dit account? Kan je dat nu zien? Hier ergens. Vrienden. Hoeveel heb ik? Ja, mijn lijst is eigenlijk zo goed als vol. Dus ik kan niet iedereen toevoegen. Dus dat vind ik een beetje lullig. Dus... Helaas. Maar we gaan even kijken. Op zich zijn jullie al wel prima qua trofeeaantal. Wel 30.000 trofee, dus dat is netjes. En 24.000. Op zich zijn de knokkers al wel goed. Dan gaan we gewoon lekker starten. En ik moet gewoon zorgen dat ik kills ga maken. Dat is voor mij wat ik ga doen. Zorgen dat we even die 5 kills maken met Gus. Zodat we die opdracht gaan voltooien. En voor alle nieuwe kijkers trouwens. Doe even dat duimpje omhoog. Want jullie zien het ook al misschien in de poll. We gaan zo meteen een... Oh, we moeten even uitkijken voor die Rosa. Maar we gaan zo meteen een skin kopen. Oh, kan ik die Rosa nog hebben? Nee, ik heb hem niet gekild, maar uiteindelijk is hij wel dood. Maar bij de 500 likes gaan we een skin kopen. Dus doe dat duimpje omhoog. Ik moet trouwens even geconcentreerd blijven spelen. En kunnen we hier nu kills maken? Nee, nog niet. Ik doe zo weinig damage, jongen. Dat is echt niet normaal. 940 damage. Daar kan je toch echt helemaal niks mee, jongen. Dat is echt gewoon te weinig gewoon. Oké, kan ik hier nu een kill maken? Nee. Oh man. Dit is echt heel shit. Oké, misschien moet ik zo meteen even een andere knokker zijn dan Gus. Want Gus, dat wil gewoon niet zo lekker hier in knokbal. Ja, oké, ik kan nu een kill maken. En ik kan scoren! Lekker dan! Oké, donders! Nou, dat ging in één keer toch wel vrij lekker. Ik zit net te zeuren dat het helemaal niet goed gaat. En in één keer, bats, kon ik daar een kill maken en in één keer scoren. De voetballer. Kjeld, de voetballer. Pak ze daar, jongen. Nou, dat gebeurt nog niet. Oké, ik ga even zorgen dat ik wat levens erbij krijg. En dan hoop ik dat ik dit nog kan verdedigen. Maar ik denk het eigenlijk niet. Nee, ik weet eigenlijk bijna wel zeker van niet. Ah, shit, ik had mijn super moeten aanzetten. Maar ja, niet dat ik dan waarschijnlijk wel had overleefd. Maar oké. Uiteindelijk niet gehaald. Helaas, pindakaas. Oké, we doen nog een potje. En dit potje moeten we eventjes gaan winnen. Zorgen dat we iedereen gaan slopen. Ja, misschien is Schiff inderdaad een betere knokker. En Squeak is ook een goede knokker. Oké, misschien dat dit nu iets beter gaat.
Kan je mijn naam zeggen? Kom, kom maar. Leuk dat je aan het kijken bent, jongen. Wordt gewaardeerd. Oeh, een Frank. Oh, jojojoj. Ja, Frank, dat is heel shit, want ik doe dus al heel weinig damage. Ik heb in totaal, hoeveel levens heeft die Frank? Die heeft 9000 ongeveer. Ik heb 10 schoten nodig om die Frank te kunnen killen. Dat is toch insane als je daarnaar gaat. Jongen, 10 schoten, dat gaat toch nooit lukken? Echt helemaal nooit. Oké, die gif, kan ik die hebben? Ja! Ik heb een kill! Oké, dat is mooi. Ja, als Frank daar de boel kapot maakt, is denk ik in ons voordeel. Want wij zijn afstandsknokkers en hun zijn weer voor dichtbij. Uh-oh, zal ik even mijn shield aanzetten? Ik ga dood. Maar ik heb wel wat damage kunnen doen, dus dat is mooi. En ik moet volgens mij nog 2 kills maken. En dan heb ik de opdracht met Squeak met Gus gevoltooid. We gaan eventjes naar voren rennen. Dan wil ik eigenlijk even mijn super laden. Dat ik dan misschien hier met mijn super kan scoren. En... ah, shit. Scheelde niet veel. Was wel een mooie kans, dat sowieso. Oké, Squeak doet dat ook lekker. Ik ga weer eventjes wachten totdat ik weer wat levens heb. Anders is het voor mij iets te gevaarlijk. Ja, dan ben ik ook weer zo dood. Dat is ook niet zo praktisch. Ah, ik ben nu alsnog dood. Oh, gaat dit nog goed komen met die Frank? Infinity, yo, die kan die bal nog wegpassen. Die doet dit wel lekker, jongen. Ja, dat is zo goed gedaan door Infinity, yo. Dat deed hij netjes. Oké, maar nu is het aan onze taak om hier eventjes te scoren. Ik kan niet door dat die Frank er zit. Ik krijg veel te veel dood, jongen. Oké, ik moet even zorgen dat ik geconcentreerd ga spelen. Even zorgen dat we wat trofeeën erbij krijgen. Ik kan hier mijn shield aanzetten. Nou, niet dat het heel veel nut had. Het was het proberen waard. Oké, we staan 1-0 achter. Ja, we moeten even zorgen dat we wat beter gaan. Want dit kan natuurlijk niet dat we hier op deze manier verliezen. En nou, die Fang die heeft me alweer gekild. Ik kan gewoon niks, jongen. Ik doe zo weinig damage met Gus. We moeten zo meteen denk ik even een andere game mode doen. Oh, dit was nog net verdedigd. Scheelde niet veel. Kunnen we die Frank hebben? Nee, want ik word dan weer gekild door die Fang. Ja, en nu gaan ze sowieso scoren. Ja. Ik weet het goed gemaakt. Ik ga even 1 potje doen met Gus in solo showdown. Daarna ga ik weer met jullie voetballen. Kjeld, voetballer en Infinity, yo, wel bedankt voor het meedoen. Ja, ik was gewoon zelf ook niet zo on fire. Want met Karl level 1 Gus, je kan bijna niks. Je doet super weinig damage en het is gewoon irritant. Ja, het is gewoon frustrerend om daar mee te spelen bijna. Maar we doen even 1 potje solo. Dan zorg ik ervoor dat ik 2 kills ga maken. En eventjes veel krachtpunten verzamelen. Ah, we kunnen ook wel naar het midden gaan. Kijken of ik hier de boel kan jatten. Oké, we hebben nu al 1 kill. Dus dat is lekker. Ja, dit zijn denk ik allemaal bots. En kan ik... oh nee, die kill kan ik niet maken. Maar ik heb wel weer krachtpunten erbij. Dus dat is lekker. Ja, dit moet haast wel bots zijn. Maar dat is voor mij alleen maar chill. Dan kunnen we vrij makkelijk veel kills maken. En veel damage doen. Wat ook weer goed is voor de clubopdrachten. Hier, kom nou jongen. Ik sloop jou. In het midden ligt trouwens ook nog krachtpunten. Dus die moeten we eigenlijk ook nog pakken. Maar ik wou eerst eigenlijk even die boel pakken. Oké, we hebben nu 7 krachtpunten. En we hebben nu al 3 kills. Ja, moet je nagaan hoe makkelijk dit gaat in vergelijking met hoe die potjes knokbal net gingen. We hebben daar een Penny. En die gaat nu dood. Als het goed is. Ja, die gaat dood. Nice, easy game. Easy. Ja, dan hebben we die 500 tokens erbij. Dus dat wou ik natuurlijk eventjes hebben. En nu moeten we even kijken wat handig is om te gaan doen. We moeten nu op dit moment voor die 95 credits nog 300 van die tokens erbij krijgen. En dat kan door middel van knokkers te upgraden. Of nee, te zeg maar gewoon mee te spelen dat ze krachtlevel omhoog gaan. Oh, dat gaat trouwens wel heel pittig worden om dat nog te halen. Ik dacht dat ik veel dichterbij zou komen, maar ik heb het niet helemaal goed berekend. Oké, maar die 50 credits wil ik sowieso halen. En daarna kijken we wel hoe dichtbij we zijn. Dan gaan we wel even zien. Maar 300 tokens op die manier wordt wel pittig. We krijgen ook nog 200 of 20 erbij zometeen. Maar ik had het toch een beetje fout berekend. Ja, maar we gaan gewoon lekker doorpushen. Welke knokker heb ik iets hoger? Ik heb Tik wat hoger. B kan ook wel. Of wat zeggen jullie? We kunnen ook een andere knokker natuurlijk gaan upgraden of spelen. Dat we met Shelly gaan spelen op krachtlevel 11. Nou, ik denk dat het leuk is om gewoon eventjes te spelen zodat we snel wat omhoog gaan. Wat gaan we dan doen? Welke knokker?
B zou kunnen. Kan B trouwens ook nog eentje upgraden, want dat kost alleen maar coins. Hetzelfde als Nani, die kan ik ook upgraden, kost alleen maar coins. Heb ik geen krachtpunten voor nodig, dus dat is op zich wel chill. We kunnen misschien wel even met Buzz spelen. Dat is wel leuk. En dan in deze map, in duo, slopen we iedereen. Ja, dan gaan we dat doen. Ik zal teamcode maken en die zal ik even in de chat zetten. Dan gaan we iedereen slopen met Buzz. Maar dan gaan we niet zo snel, zeg maar, levels omhoog. Maar ik denk dat dat helemaal niet uitmaakt. Want we gaan niet 30 levels omhoog nu. Dus ik denk dat dat uiteindelijk net niet gaat lukken. Dan moeten we dat binnenkort eventjes in een video doen. Dus dan binnenkort komt daar wel een video over. Dan gaan we alsnog zorgen dat we het vrij gaan spelen. Ik zal even bericht vastzetten. Teamcode om mee te doen staat in de chat. En dan gaan we even ervoor zorgen dat we met Buzz iedereen gaan slopen. Oh, donders. Hij heeft gewoon 0 trofeeën. Oké. Maar hij heeft wel 9 knokkers. Dat is wel ziek. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar dan? Geen idee, maar ja, wel respect. Dat hij dat voor elkaar heeft gekregen. Wil Daddy Tim nu wel een potje doen? Want hij heeft 0 trofeeën. Ik heb eigenlijk geen idee. Nee, hij wil niet. Hij wil niet. Infinity, yo, sorry jongen, maar je was er net ook al bij. Dus we doen hem even met iemand anders. Tobias zijn we. En dan gaan we eens kijken. Op zich, Bibi zou kunnen, Ash zou kunnen. Hij heeft best wel wat goede knokkers. Of Jeannette. Jeannette is helemaal prima. Kracht level 9 heeft hij die. Dus die is ongeveer ook op hetzelfde aantal als wat ik Buzz heb. Dus dan gaan we dat even doen. Ja, ja. Joran, ik heb ook 108 Pelé algemeen in FIFA Mobile. Ja, dat was wel ziek nice, hè? Dat was wel lijp dat ze die gewoon in principe een soort van gratis weggaven. Had ik niet verwacht om eerlijk te zijn. Oké, die kunnen we hebben. Yes, dat is chill. Moet even uitkijken, want ik krijg wel wat levens eraf. Oké, die kan jij hebben. Dan ga ik hier even naar boven, naar die gif. Want die kan ik nu hebben met mijn super. Die kan geen kant op. Hoppa. Oké, 6 krachtpunten alweer. Dat is lekker. Dan kunnen we nu even die Tara pakken. Oh, ah, shit. Weer taanvallend gespeeld. Oh, het risico is zo goed, jongen. Om dan toch taanvallend te gaan spelen. Ik heb vaak op laag niveau dat ik denk, oh, YOLO, ik ga er gewoon voor. Maar, oh, joh, dit was wel een beetje ernstig. Oké, Tobias, die doet dit goed. Yes, oh, die krachtpunten. Ik kan er eentje pakken. Dan kunnen we deze hebben, ja. En dan hebben we nu een showdown. Die Carol, die pakte mij net. Eigenlijk wil ik die Carol hebben. Oké, hier even oppassen. Tobias overleeft dit. Yes. Ik zal eventjes mijn super laden op die Carol. Want als die deze kant op gaat, kan ik hem hebben. Maar ik denk dat Tobias hem al kan pakken. Lol, wat doet die Carol dan? Nou, zo kunnen we hem ook makkelijk hebben. Alsnog, makkelijk gewonnen. Weer 90 of 9 trofeeën erbij. Doe met iedereen 2 potjes voor degene die mijn streams een beetje in de gaten houden. Ouwe, die weten dat wel. Ondertussen een mooi boertje. Ja. Ja, ja. Joran, wat vond je van Showdown Plus? Dat was wel een zieke game mode. Daarin heb ik ook best wel wat rank level 30's gepusht. Het ging gewoon sneller of zo, het pushen van knokkers. Want je kreeg, voor degene die het niet weten, voor elke kill die je maakte, kreeg je ook nog een trofee erbij. Volgens mij zoiets. Maar als je dan weer laag kwam of als je dood ging zonder kills te maken, dan had je weer een probleem. Ga eventjes hier weg. Ja. Maar in ieder geval, je kreeg ook zeg maar trofeeën door mensen te killen. En dat maakte zeg maar showdown spelen voor mij wel veel leuker. Dus misschien binnenkort dat ze dat weer ooit een keer terug gaan brengen. Ik heb geen idee. Ik denk het eigenlijk niet. Maar ja, zeg nooit nooit, hè. Oké, die Mortis. Ik heb geen idee wat jij wilt doen. Maar ik vind dat helemaal prima wat jij doet. Ja, we kunnen even hierheen. Ja, lekker hoor. Alweer 8 krachtpunten. Er zit hier iemand in de bosjes. En dat is een Bibi. Kunnen we die hebben? Ja, als hij gewoon een beetje hier blijft. Dan laat ik mijn super. En dan kan ik hem sowieso hebben. Oké. Uiteindelijk had ik niet eens mijn super nodig. 11 krachtpunten. En hier is een Pam. Ja hoor, die kunnen we ook hebben. Ja, Buzz is zo overpowered in deze map. Dat is echt niet normaal. Weer een potje gewonnen. En weer 9 trofeeën erbij. We gaan als een raket qua trofee, dus dat is wel erg lekker. Met Tobias, thanks for joinen. En dan gaan we door naar de volgende. Want ik moet in totaal nog... Oh shit! Ik had... Oh nee, dan moet ik mijn berichtje weer losmaken.
Ik had natuurlijk een vaste teamcode. Oké, we moeten weer een nieuwe teamcode maken. Ja, dat was dom. Bericht losmaken, ja. Teamcode om mee te doen. XRPTE4VQ. Yes! Koop de Brawl Pass, dan heb je meer opdrachten en dan kan je zeg maar, ja, dan kan ik ook meer credits vrij spelen. Maar dat is eigenlijk het probleem meteen, want Micha die zegt dat de hele tijd in de chat. Ik wil eigenlijk wil ik de Brawl Pass volgend seizoen kopen. Want ik denk dat ik namelijk in de komende 11 dagen deze pass niet meer ga voltooien. Ik wil eigenlijk volgend seizoen hem kopen en dan zeg maar de hele pass voltooien. En dan kunnen we zeg maar Gromaars Knok vrij spelen en alle rewards vrij spelen zeg maar die hierboven staan. En ik vind het een beetje zonde om dat nu te doen en niet alles te kunnen vrij spelen. Dus vandaar dat ik daar nog eventjes mee wacht. Maar we zijn nu met Pizza God. En hij heeft nog Gus, Otis. Otis is wel een goeie. Janet ook wel, maar Otis heeft iets lager. Dus dan gaan we daarmee spelen. Nou, Pizza God die zegt heel veel mooie letters. Maar hij zegt er eigenlijk niks mee. Uiteindelijk zei hij nog wel gooi. We zitten trouwens op de 350 likes. Dus nog iets minder dan 150 likes. En we gaan een skin kopen op mijn free-to-play account. Altijd mooi natuurlijk, zo'n skin. Oh, die Tara die hebben we nu al. Oké, dankjewel Tara. We gaan eens kijken of ik hier de boel wat kan pakken. Ja, heerlijk. 6 krachtpunten. Zit hier iemand? Ja, daar zit de Tara. Die kunnen we hebben. Oké, top. Ik wil eigenlijk kijken of ik hier een beetje door kan pushen. En die kan ik allebei hebben. Oh, donders. Ik kreeg wel heel veel hits daar. Donders. Al die super attacks van die Squeak, die kreeg ik op mij. Dat is gewoon pure pech, want die Squeak die had dus blijkbaar net zo super ingezet. No, dan ging ik gewoon dood, terwijl dat we 10 krachtpunten hadden. Desalniettemin denk ik wel dat we dit kunnen winnen. Lijkt mij hoor, lijkt mij. Oké, ja, ik ben weer terug. Pizza God is levend gebleven. Er zit wel iemand in het midden die wel redelijk sterk is. Die Tara kunnen we hebben. Ja, dat is mooi. In het midden zit iemand met heel veel krachtpunten. Of ja, die Bonnie. Het is eigenlijk chill dat hij niet meer zijn oude variant is. Want nu kan ik hem veel makkelijker hebben. Ja, hij had beter zeg maar die oude variant van Bonnie kunnen blijven. Of nou ja, als je je super inzet, die variant. En dan vervolgens zeg maar in het midden blijven. Dat was een betere tactiek geweest. Maar ja, maakt mij niet uit. Ik vind het helemaal prima. Ik vind het prima, want nu hebben wij gewonnen. Nu hebben wij gewonnen. Bonnie heeft geen money. Dat ruimt wel mooi. Dat ruimt zeker mooi. Zit er iemand in het midden of niet? Nou, uiteindelijk niet. Ja, ik zit in het midden, maar verder helemaal niemand. Oké, dat is goed om te weten. Mijn teammate is ondertussen dood. Dus dat is een beetje jammer. Maar ik heb het midden, dus ik denk dat het uiteindelijk wel goed gaat worden. Of goed gaat komen, zo moet ik het natuurlijk zeggen. Ja, oké. Ik kan hier natuurlijk al een beetje mijn super opladen. Ja, nu kunnen we hem hebben. Oké, helemaal top. Weer even krachtpunten erbij. En dit is relaxed, want nu kunnen we misschien die BB ook hebben. Die Pizza God. Gaat dat lukken? Gaan we hem hebben? Ja, lekker gedaan, jongen. Oké, dat was wel netjes gedaan. Dan denk ik dat we nu wel eerste kunnen worden, want dat was volgens mij het sterkste team. Die Spike zal ik nu eventjes hebben. Yes. Was ik nog bijna dood gegaan ook nog. Die Barley, ik weet niet of dat nu een bot is, want volgens mij zit hij er niet heel actief achter. Oké, we hebben 8 en 6 krachtpunten. Ja, dit gaat wel goed komen. Ja, oh, het gaat niet helemaal goed komen. Ik dacht dat dit goed zou komen. Worden we dan uiteindelijk tweede? Of gaan we nog eerste worden? Ik denk dat eerste worden nu wel heel pittig gaat worden. Ik denk het wel. Ja, ze deden behoorlijk wat damage. Oh, dat deed hij wel lekker. En nu moeten we even kijken of we hier die Rosa kunnen hebben. En we moeten even de super op aanzetten. Oh, eigenlijk had Pizza God meteen moeten mee aanvallen. Want dan had ik die Rosa namelijk even stil kunnen zetten. Maar het kan nog steeds, want Pizza God leeft nog. En die Rosa heeft nog steeds niet volledig HP terug. Dus dat is ook lekker. En ik kom zo meteen ook weer terug. Dan ga ik gewoon meteen volop op die Rosa. Ja, dit is chill. Die Rosa gaat veel te aanvallend. Lekker Pizza God. Goed gespeeld. Goed gespeeld. Goed gespeeld. En dat betekent dat we weer 9 trofeeën erbij hebben. 35.000 trofeeën gepusht. Dus dat is ook lekker. Pizza God, thanks for joining.
En dan gaan we door naar de volgende. Ik zet nu dus eruit en ik ga niet een nieuwe code maken. Maar thanks voor joining. We zijn nu met Ben W. 16.000 trofeeën. Hij heeft Buzz behoorlijk hoog qua krachtlevel. Dat was wel redelijk. En hij heeft Otis gewoon krachtlevel 7 en 40 trofeeën. Nou, dat is wel lekker. Net ging het vrij goed met Otis, dus ik hoop nu wel weer. Nu ook weer. Het is nog niet mijn beste stream qua uit mijn woorden komen. Nee. Ach ja, soms heb je dat, hè. Het kan ook niet altijd goed zijn. Doe nog eens Fortnite. Ja, ik had gisteren of eergisteren een Fortnite video geüpload. Zeker. Ja, ik kan binnenkort misschien wel weer een keertje Fortnite doen. Ik beloof verder nog niks. Oké, okay, maar ik ga hier eventjes zorgen dat we hier gaan aanvallen. Ja, dank u wel. En nu moeten we even zorgen dat we hier eigenlijk kills gaan maken. Dat zou fijn zijn. Waar zitten ze? Oh, ze zitten hier. Die spike, die heb ik nu. Uh-oh, nu moet ik hier oppassen. Oh, ik heb dit net overleefd. Weet je wat? Ik blijf gewoon in het midden. Ik blijf in het midden. Dan ga ik kijken of ik hier die gif kan pakken. Oh, ik had het bijna. Oh, ik had het bijna. Dat scheelde helemaal niks. Oké, okay, gelukkig leeft Ben W nog. Dat scheelt weer iets. Was een close call. Kan je ooit weer een FIFA Mobile livestream doen? Dat is inderdaad denk ik wel leuk om binnenkort weer een keertje te doen. Alleen dan natuurlijk op FIFA Bouws. Kunnen we inderdaad binnenkort misschien wel een keertje checken. Oké, die loopt daar nog. Oké, okay, ik ga nu niet meer naar het midden. Want dat was niet zo heel tactisch. We moeten eigenlijk eerst krachtpunten verzamelen. En dan pas weer naar het midden gaan. Eerst zorgen dat we wat sterker worden. Want dat ene team was behoorlijk sterk. Oké, okay, ja, 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 ja. Oh, als we die nu weten. Ja, lekker Ben W. Lekker man. Oh, easy game. Oké, okay, nou, nu zijn wij wel het sterkste team. Want in het midden zit misschien... Oh, shit. Oké, okay, die spike is daar nu heen. Hier is een Ash. Die kunnen we nu ook makkelijk hebben. Als jullie nou gewoon een beetje hier in de buurt blijven, kan ik gewoon een beetje lekker mijn super opladen. Dat zou chill zijn. Die even weghalen. Want als ik eenmaal mijn super heb, dan is het helemaal lekker. Ik ga eerst even dit team uitschakelen. Want dit team zorgde er net voor... Oh, donders. Shit. Ik ben echt niet on fire. Maar dat team is nu uitgeschakeld. Maar dat zorgde er net voor dat ik een paar keer dood ging. Dat deed die gif wel goed, om eerlijk te zijn. Maar Ben W, ga je dit nog winnen? Ga je dit nog winnen? Oei. Nou, tweede is ook prima. Het is in ieder geval weer een win. 7 trofeeën erbij. Dus dat is mooi. Hoi Joran, bijna doe je weer een keer een skinwedstrijd. Want er zijn veel nieuwe skins. Misschien inderdaad leuk om dat binnenkort weer een keertje te doen. Ik zal het in mijn achterhoofd houden. Oh, Ben W is trouwens offline ondertussen. Dat is dan wel weer jammer. Oh, hij is alweer online. Want je mag nog een potje doen, want we doen met iedereen 2. Dus ook met Ben. Trouwens, nog 100 likes. En we hebben de 500 gehaald. Dan gaan we de Balling Cold Skin kopen. Ik heb niet veel skins op dit account, omdat het natuurlijk mijn free-to-play account is. Maar dan is het toch wel nice dat we een keertje eentje kunnen krijgen. Mijn wifi is slecht. Ah, vandaag. Maar maakt niet uit, we hebben net alsnog een win gehaald. Want tweede worden is gewoon winnen. Oké, ik ga gewoon weer naar het midden. En ik zie daar een Mortis en een Dynamite. Oké, daar ga ik wel even voor uitkijken. Maar ze moeten nog meer voor mij uitkijken, jongen. 4 krachtpunten. Lekker hoor. 7 krachtpunten. Nog lekkerder. Oké, okay, ik ga nu wel even oppassen. Ik kan die Dynamite wel even hebben, want die vind ik irritant. Yes. 8 krachtpunten. En die Chester. Ja, die moet ook voor ons uitkijken eigenlijk. Want als die te dichtbij komt, dan heeft hij ook een groot probleem. Maar hij zit hier niet meer. Oké, okay, we gaan even naar onder. En dan wil ik eigenlijk even mijn super laden. Gaat die gif hierheen? Of... Oké, nee, net niet. Hij heeft zijn super nu wel verspild, dus dat is wel lekker. Oké, ja, ik heb nu mijn super, dus dat is lekker. Oh, nu ben ik trouwens wel bijna dood. En loopt hier nog een gif rond? Dus dat kan gevaarlijk zijn. Oké, ik ga hier nu weg. Oké, ja. Doei, 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 doei. Gaat Ben dit overleven? Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat hij doodgaat. Oké. Okay. Ik heb het gelukkig wel overleefd, dus dat scheelt weer iets. Dan kan ik weer even levens erbij krijgen. Uh-oh.
Maar ik zit nu wel redelijk in de punari, want ik ben helemaal omsingeld. Oh lol, hij gaat nu eerst naar die andere, wat op zich wel lekker is. En Ben is ondertussen terug, dus dat is ook lekker. Ik ga eerst even daarheen. Oh, dat wou ik. Lukt uiteindelijk net niet. Oké. Er zijn 3 teams over. Er zit niemand in het midden. Want hier zijn al die teams. Dus we gaan hier eventjes heen. Even zorgen dat ik mijn super kan laden. En dan denk ik dat we dit uiteindelijk nog wel kunnen gaan winnen. Even zorgen dat we eerst dit team uitschakelen. Dan hebben we daar geen last meer van. Zit hier iemand in de bosjes? Ja, nu zit er wel ergens iemand. In ieder geval, ik laat me super. Ja, 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 nu kunnen we hem hebben. Oh, nice. 16 krachtpunten. We gaan hem nu sowieso hebben. Hier zit die Feng. Maar die kunnen we hebben. Of, ja, die kunnen we zeker hebben. Want die heeft 7 krachtpunten. Ja, dat gaat wel lukken. Ja, top. En dan hebben we gewoon weer een top 2. 20 krachtpunten, hè. 20. Easy game. Easy peasy. Dit was wel even lekker. Nog 1 potje winnen en dan hebben we de 200 trofeeën ook gehaald. Dus dat is ook lekker. En nog 100 trofeeën erbij. En dan hebben we die 50 credits vrijgespeeld. Dus dat is ook wel nice. Maar Ben W, thanks for joining. We gaan nu wel door naar het volgende. Weer makkelijk 2 potjes gewonnen. Dus dat is natuurlijk altijd lekker. We zijn met Duck. Dan gaan we even een knokker voorstellen voor Duck. Even kijken. Ash is wel een prima knokker. Dan gaan we eens kijken of we met Ash en Bus even iedereen kunnen slopen. Kan je nog een keer een Pokémon Go video maken? Ik heb er de laatste tijd niet meer zoveel gespeeld. En ik moet zeggen, ik probeer de laatste keertje gewoon even te kijken en in te loggen op mijn account. Ik weet mijn wachtwoord niet meer. Dat is echt knijterdom, jongen. Oké, er zit ergens iemand hier in de bosjes. Dat kan ik zien. Door middel van mijn super. Het zat inderdaad onder. Zat daar een knokker. Oké, maar nu kan ik hem aanvallen. Als het goed is zit hij nog. Ja, hij zit er inderdaad nog. Dat was niet zo tactisch van jou, jongen. Ik kan even mijn super aanzetten. Ja hoor. En dan hebben we alweer 12 krachtpunten. Ja, Bus is te goed in deze map. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar we winnen echt alles. Alles en iedereen wordt gesloopt door Bus hier zo. Helemaal top, dankjewel. En dan kunnen we deze ook nog pakken. Dan hebben we nog krachtpunten bij. En ik ga hier wel eventjes een beetje... Nou, echt uitkijken hoef ik niet. Maar ik ga wel even naar het midden. Dan kan ik mijn super weer laden. Want we kunnen natuurlijk precies zien als er iemand in de buurt is. Hier, kom hier maar. Kom hier maar, kom hier maar. En dank u wel. Ja, hiervoor heb ik mijn super niet eens nodig. Ik kan hem gewoon pakken. Ga ik ook zeker niet mijn super voor inzetten. Dan hebben we hieronder nog een Mortis. Ja, die hebben we nu ook. Dus dat team is ook uitgeschakeld. 19 krachtpunten. 19. Dat is echt ziek veel. Maar ja, het is natuurlijk wel lekker. We gaan even kijken of we die Daryl kunnen hebben. Ja, die kunnen we zeker hebben. Nu al helemaal. En die kunnen we ook hebben. Dan is er nog 1 team over. En door middel van mijn super kan ik die dus vrij makkelijk vinden. Want als ze ergens in de bosjes dus zitten... Dan kan mijn super ze vinden. Hier zitten ze niet. Ik denk dat ze hier aan deze kant zitten. Misschien hieronder. Nee, ook niet. Waar zitten ze? Of zitten ze hierboven? Bro, hoe kan ik een... Oh, ze zitten links. Linksboven zaten ze dus blijkbaar. Oké. En hier is die andere. Nou. Beter laat dan nooit, hè. Beter laat dan nooit. En dan doen we nog een potje. Want we willen natuurlijk even zorgen dat we alles gaan winnen. Trouwens, qua clubopdrachten ga ik ook lekker. Krijg ik mooi wat clubcoins erbij. Ja. Joran, kan je andere ook joinen in livestream? Ik weet niet helemaal wat je bedoelt. Maar dat ik jullie dan join in plaats van jullie mij of zo? Bedoel je, ja, dat zou in principe ook mogelijk zijn. Maar dit is wel eigenlijk net zo praktisch. Ja. Want dan kunnen we gewoon aan 1 stuk doorspelen. Dan hoef ik niet de hele tijd codes in te vullen. Ja, en in principe moeten jullie dat nu doen. Ja. Dat is een beetje het verschil nu op dit moment. Oké, gaan we die B hebben? Misschien die Mortis? Ah, jammer. We gaan even doorpushen op die Mortis. Kom dan, Mortis. Ja, als je een beetje in mijn cirkel blijft, dan laat ik langzamerhand weer mijn super. Nou, hij is nu buiten mijn cirkel. Dat is weer jammer. Maar we hebben wel 5 krachtpunten. En die kunnen we hebben hier. Ja. Dan hebben we nu 8 krachtpunten.
En dan ziet het eruit dat we dit potje gewoon weer gaan winnen. Nou, gewoon. Wat is gewoon, hè? Ja, oh, donders. Daar mis ik gewoon mijn super. Ja, dat was wel een beetje slecht. Maar het gaat gewoon eigenlijk vrij makkelijk allemaal. Zit hier nog iemand? Nee. Maar als ik hier een beetje in de buurt blijf van die bee, kan ik in ieder geval weer mijn super laden. Dus dat zal wel chill zijn. Of, nou, dit is ook prima. Ik zet mijn super nog niet in voor die Mortis. Want die wil ik eigenlijk hebben voor het team wat hier in het midden zit. Want die is namelijk wat sterker. En iets gevaarlijker. Niet heel veel gevaarlijker. Ietsje gevaarlijker. Nou, top, die is uitgeschakeld. Dan kunnen we nu gaan voor die Mortis. En dan hebben we gewoon weer een win erbij. En dan hebben we denk ik nog 80 trofeeën nodig of zo. En dan hebben we het volgens mij gehaald. Oké, okay, ja, nou kom aan. Die Mortis gaan we die ook hebben. Nope. Ja, we komen er wel bij in de buurt. Ja, die Mortis die zit nu te vluchten. Maar hij gaat dit toch nooit winnen. Waarom zou je vluchten voor iets wat je toch nooit gaat winnen? Gaat Duck hem nog killen? Hij ontwijkt trouwens wel goed, die Mortis. En dan is je teammate ook nog gewoon terug. Ja, die Bier gaat dit nooit halen. Nou, top. Toch nog een win erbij. En dan hebben we nu weer 9 trofeeën erbij. En we hebben nu 2 potjes gedaan met Duck. Dus ik ga wel door naar de volgende. Maar dan zitten we al op de 6223 trofeeën. En dat gaat wel vrij goed. Want vandaag begon ik op de 2000... Oh nee, op de 6000. Nee, 2000, dat klopt niet. Op de 6000 exact begon ik. Trouwens, Duck, bedankt voor het meedoen. Je speelde goed, dus dat is altijd nice. Maar we gaan nu met 1 plus 1 is 2 spelen. Dat klopt helemaal. Niks aangelogen. Wow, yo, hij heeft allemaal lage knokkers. En Shelly heeft die kracht level 11. Ziek. Gray heeft hij dan ook nog wel hoog. Dus dat is wel nice. En hij heeft 800 trofeeën met Shelly. Dus dat is ook nice. Kijk, alles is gewoon laag. En in één keer bam, Shelly. Kracht level 11 met rank level 26. Dat is toch wel vrij netjes. Ben je verslaafd? Geen haat. Nou, ik ben in principe... Ja, je kan zeggen wat je wil natuurlijk, maar... Ik vind als je verslaafd bent, dan kan je niet zonder iets. Ik kan prima zonder Brawl Stars. Helemaal vakantie. Ik vind het, om eerlijk te zijn, heerlijk om gewoon even een paar weken af en toe geen Brawl Stars te spelen. Of gewoon überhaupt games. Maar het is ook natuurlijk een beetje mijn werk. Ik doe het voor YouTube ook. En dan vind ik het wel echt leuk. Het is niet dat ik er niet zonder kan. Dat probeer ik in ieder geval te zeggen. Maar we gaan even kijken of we die Barley of Ems kunnen hebben. Oh, moet hier even wegwezen. Ah, shit. Nou ja, mijn teammate is in ieder geval terug, dus dat scheelt. Gaat dit nog goed komen? Ik wou met mijn super net ontsnappen, maar dat ging niet helemaal lekker. Ja, als we die Ems nu kunnen hebben, dan hebben we wel veel krachtpunten erbij. Je kan teleporteren. Ja, lekker jongen. Ja, goed zo. Oké, dit is chill. Dan hebben we in ieder geval wat krachtpunten erbij. En misschien dat we nu die Barley kunnen hebben. Oh, ja, maar die hebben we alsnog. Haha, lekker. Oh, dat was niet... Oh, wat? Ik zag die Rosa niet eens. Ik wist niet eens dat die Rosa er stond. Maar in één keer was ik daar met mijn super. Lekker. Oké, die had ik er niet zien aankomen. Maar wel een mooi potje. We gaan echt als een raket met Bus. Jongen, echt, Bus is veel te makkelijk om hier alles te winnen. Kaasoufflé, die zegt mooie trui. Dankjewel, jongen. Natuurlijk voor degene die het niet weet. Ik denk dat iedereen het al weet. Te koop op bouws.nl. Oké, we hebben hier alweer 3 krachtpunten. Dus dat is lekker. We gaan even die Penny pakken. Dankjewel. Yep. Dat zijn alweer 4 krachtpunten. Oh, dan moet ik hier even uitkijken. Ik ga... Ah! Ik wou daar om het hoekje lopen en dan weg met mijn super. Dat is een beetje stom. Uiteindelijk niet goed gegaan, maar we kunnen misschien nog steeds winnen. 1 plus 1 is 2. Die maakt daar in ieder geval een goede kill. Dus dat is lekker. Zometeen gaan we die Frank even terugpakken. Ja, want hij heeft mij gekillt. Dus wij moeten natuurlijk hem ook even pakken. Oké, die 8-bit zit daar. Er zit dus nog een Frank. Oh, ik zal hier eventjes helpen. Oké, we hebben in ieder geval die teammate van die Frank gekillt. Oké, dat is al chill. En kan ik ze nu allebei hebben? Oké, ik ga nu dood. Oeh, die Colt die is heel low. Oh, nice. Hij heeft hem. Oké, dat was even een flinke wedstrijd. Hé, Joran, ik heb weer dezelfde trui aan. Lekker, jongen. Lekker. Oké, dit is ook goed. En die 8-bit heeft hij het al opgegeven. Nou, maakt niet uit. We hebben hem alsnog. Trouwens, nog 30 likes. En we hebben de 500 gehaald. Dus dan kunnen we zo meteen een skin kopen. Dus dat is wel echt nice.
Maar we hebben nu 2 potjes gespeeld met 1 is... Oh, hij heeft al geliefd. Maar goed gespeeld. Ging lekker. We gaan nu met Daniel spelen. Oh nee, Daniel bedoel ik. Daniel moet ik zeggen. En qua knokkers heeft hij al best wel redelijk wat hoger. Dus dat is wel nice. Gray zou kunnen B. Ik denk dat B wel een goeie is. B is eigenlijk sowieso wel een sterk knokker. Wel op afstand, niet voor dichtbij. Trouwens, ik zie wat mensen in de chat die vragen wat de code is. Martijn die vraagt bijvoorbeeld wat is de code. De code om mee te doen staat boven in de chat. Dus via die code kunnen jullie joinen. Voor degene die het zich afvragen. Of afvroegen. Want ondertussen is het al geen vraag meer. Want als het goed is, weten jullie het nu. Oké, dit is wel lekker. Er liggen heel veel krachtpunten in het midden. Moeten we wel even een beetje oppassen. Oh, donders. Hoezo zet ik daar mijn super in? Nou, ik heb hem alsnog gekregen. Oké, dat scheelt. We gaan hier nu alles pakken. Ja, ik ben de enigste in het midden, dus dat is lekker. Moet wel even uitkijken voor die bol. Maar die moet ook uitkijken voor ons. En... gaat dat goed komen? We leven nog, dus dat is het belangrijkste. Daniel met de goede kill, dus dat is ook lekker. En dan hebben we 7 krachtpunten. Ik wil even mijn super weer laden. Oh nee, ik ga nu niet mijn super op die brok inzetten. Hier, 2-1! Dat is altijd mooi, als je in één keer met je super met Buzz een heel team kan uitschakelen. Oké, die brok, kunnen we die hebben? Ja, die kunnen we zeker hebben. En dan hebben we alweer 11 krachtpunten. Daniel ook weer met de kill. Ik kan hier even mijn gadget neerzetten en dan kunnen we hem hebben. Yes! En dan hebben we nog 1 team en dan hebben we alweer een potje gewonnen. Het gaat echt veel te hard. Het gaat veel te hard. Lekker! Daniel ook weer goed gespeeld. Mijn scherm is trouwens een beetje nat. Ik mors net wat water eroverheen, maar hij is ondertussen weer mooi droog. Doen we nog een potje met Daniel en daarna gaan we weer door naar de volgende. Want we willen er natuurlijk voor zorgen dat we de 6300 trofeeën halen. Nog 50 trofeeën te gaan. Dan hebben we echt 200 trofeeën binnen no time erbij gepusht. Echt binnen no time. Hoe kom je in de Bowser Army? Vraagt Irene. Nou ja, in principe... Ik ben in principe de leider van de Bowser Army. Maar ik besteed het redelijk uit. Dus ik ga daar niet echt over. Ik laat het zeg maar anderen doen. Die kunnen dat dan doen. Ik ben zeg maar heel druk met het maken van video's. En allemaal dingen die daarbij komen kijken. En dat soort dingen, dat laat ik eigenlijk doen door anderen. Maar ja, dus het is niet helemaal dat ik weet wanneer, hoe en wat. Ik moet trouwens even oppassen. Hoe dat precies zit. Ik ga even hier naar onder. En dit is een clone, dus daar hoeven we niks mee. Dus gaan we zo meteen doen. Ik zie trouwens Kazelvlees doneert 2 euro. Bowser Army, like de video allemaal. Thanks jongen Kazelvlees. Ben ik helemaal mee eens. Want als we namelijk nog een paar likes erbij halen. Dan hebben we zo meteen genoeg om de skin te kunnen kopen. Want bij de 500 likes koop ik namelijk die cold skin. Die meneer P vind ik irritant. Dus daar gaan we eventjes naartoe. Dankjewel meneer P. Dat ging vrij makkelijk. Dan kunnen we nu even richting die Colt gaan. Zet ik mijn gadget wel even voor in. Want ik had mijn andere super nog niet. En dan eventueel kan ik hier ook nog mijn gadget voor inzetten. En dan hebben we die ook. Ja. Makkie! Makkie, 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 makkie. Dan heb ik nu 1 of 2 potjes gespeeld met Daniel. Ik heb nu al 2 potjes gespeeld. Dus we gaan nu wel door naar de volgende. Maar Daniel, goed gespeeld. We gingen als raket. Ja, was het natuurlijk ook wel logisch. Hoi, mijn droom is uitgekomen. Ah, lekker man. Mooi, leuk om te horen. Maar we gaan nu wel door naar de volgende. En dan gaan we eens kijken of we met deze persoon ook kunnen winnen. DSJ42110@pro. Yo. Zieke naam. Er staat in ieder geval pro in zijn naam. Dus ik verwacht dat je supergoed bent. Amber Otis. Otis is wel een goede knokker. Oh, trouwens, we hebben de 500 likes. Dat betekent dat we de skin gaan kopen. We hebben het gehaald hoor, dus dat is wel nice. Balling Colt. 500 sterpunten is gekocht. En dan gaan we er natuurlijk wel even meteen een potje mee doen. Is toch wel leuk. Dit zijn altijd van die skins.
Weet je, als je normaal veel edelsteen uitgeeft wat ik normaal op mijn account doe, op mijn hoofdaccount, dan denk je, ah, dat boeit niet zo, zo'n skin voor sterpunten. Maar kijk, op dit account is het anders, want ik heb gewoon niet zoveel skins. Nee, sterker nog, ik had helemaal niks voor Colt en nu heb ik wel een skin voor Colt. Dus we gaan even met Colt spelen. We doen even deze, oh nou, door de muur is ook wel chill. Dan doe ik wel eventjes met Colt en dan kan ik niet meer zo naar het midden gaan, maar dan gaan we even met mijn nieuwe Colt skin eventjes spelen. Eventjes wat anders, want ik denk dat dit wel even wat anders spelen is dan met Buzz. Maar maakt het wel leuk, maakt het wel leuk. Ik zal meteen hier even een gang maken. Want kijk, als iemand in het midden zit, kan je meteen diegene zien aankomen. En dat is voor ons wel relaxed. Die grom, die doet irritant. Ik laat ze even. Liggen daar nog... Kijk, ik kan hier even weer mijn gadget neerzetten. Of ik had hem eigenlijk door dat muurtje moeten doen. Oké, die zag ik niet helemaal aankomen. Ja, ik moet mijn gadget wel iets beter inzetten dan wat ik nu net heb gedaan. Ja. Hoe ik hem nu inzet, dat werkt natuurlijk ook niet. Gaat hij daar dood? Ja, daar gaat hij zeker dood. En kunnen we nu die Ash hebben? Ja, die kunnen we denk ik hebben. Oh, donders. Die super van Dyna zag niet helemaal aankomen. Oké, dit is echt veel moeilijker spelen dan net met Buzz. Met Buzz kon je echt volop in de aanval. Ging super lekker. Maar dit gaat toch wel een stuk minder. Maar we zijn er nog niet uit. We zitten in de top 3. Het kan nog steeds goed komen. En DJ, DSJ, Pro. Ja, met al die cijfers ertussen. Die is Pro, dus het gaat te makkie worden. Let maar op. Oké, we kunnen hier even mijn super inzetten. Oké, dat was wel goed gedaan met Dynamike. Ja, dat was wel goed. Alsnog tweede geworden, dus voor ons is het helemaal prima. En dan doen we nog een potje met Colt. Ik heb Colt trouwens wel op de 360 trofeeën ongeveer. Dus dat is wel netjes. En nog 40 trofeeën erbij. En we hebben de 6300 gehaald. En dat betekent dat we natuurlijk weer 50 credits erbij krijgen. Dus dat is wel lekker. Ondertussen wou ik even een slokje water nemen. Dus dat gaan we natuurlijk even doen. Er zit hier in het midden een grom met een Rosa. Ik zal even hier mijn gadget aanzetten. Oh, ze zijn hier nu aan het vechten hierboven. Oké, dit is op zich wel chill. Want als ik namelijk die kan hebben... Ah, shit, ik mis hem net. Nou, mijn teammate is nu terug, maar ik kan misschien... Ah, ik had verwacht dat die Rosa door zou lopen. Moet hij die Rosa hebben? Zorgen dat we damage doen. Ah, shit. Oké, dat ging niet helemaal volgens plan. Nee, niet helemaal. Ik zal hier even mijn gadget aanzetten. Want dan kunnen we ze gewoon een beetje zien aankomen als ze hier zijn. En als ik zo meteen mijn super heb, dan kan ik helemaal ze goed zien aankomen. Want dan kan ik hier namelijk nog meer bosjes kapot maken. Ho! Dan ga ik bijna dood door die grom. En grom is ook echt een goede knokker. Soms verkijken mensen zich daarop. Die denken, oh, dat valt wel mee. Hij is echt goed. Oké, we zitten op dit moment in de top 2. Eigenlijk moeten we even dit team zien uit te schakelen. Pro gaat nu wel dood, dus dat is jammer. Maar oké, nice. 18 krachtpunten heeft hij. Nou, ik weet één ding zeker. Dat ga ik niet halen. Ha! Ik had hem nog bijna ook nog. Nou ja, dan hadden we nog die andere gehad. Maar dat scheelde niet veel. Oké, maar dat betekent dat we toch twee potjes tweede zijn geworden. En alsnog natuurlijk helemaal niet slecht. Maar het DSJ, dankjewel voor het joinen. We hebben toch twee keer eigenlijk alsnog gewonnen. Want we zijn twee keer tweede geworden. Dus dat is helemaal prima. Gamebows. Lekker man. Even knokken voorstellen. Hij heeft ook best wel veel. Jackie. Ja, weet je wat? Jij gaat met Jackie naar het midden en ik blijf een beetje aan de zijkant. Dan gaan we dat doen, want vaak kan dat wel werken. Ik kan trouwens mijn poll beëindigen. Want dat is niet meer nodig. Ik ga zometeen trouwens even een nieuwe poll maken. En die kan ik dan gebruiken in de video. Dus zometeen komen er twee polls. En die ga ik gebruiken in de video. Dus hou mijn, blijf even bij de livestream. En dan kunnen we dat zometeen even doen. Want ik ga namelijk aan jullie vragen welke chromatische knokker ik moet vrijspelen. En welke epische knokker ik moet vrijspelen. En uiteindelijk de knokker die eruit komt, die gaan we dan halen. Gaat niet meer lukken in deze livestream, want ik had de berekening een beetje fout gedaan. Ik dacht dat dat misschien zou lukken, maar uiteindelijk gaat dat niet lukken. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar lekker, Gamebows doet dit prima. Nou, uiteindelijk 4 krachtpunten, 5 krachtpunten. Dus dat is lekker. En ja, dat is een kill.
kan hier even die Gray killen. Oh, donders. Ah, nee. Oh, shit. Dan ga ik nog dood ook nog. Oké. Ja, gaat Gamebosie blijven staan? Ik denk het wel. Oké, nou, dan hoop ik dat er niemand gaat komen voor die krachtpunten. Ja, er komt al wel iemand aan. Ja, dan moet hij zelfs nog wel pakken. Maar hij kan nu de kill maken, dus dat is lekker. Dan heb ik in ieder geval 1 krachtpunt. En dan denk ik dat dit wel goed gaat komen. Ja, kunnen we hem hebben? Oh, shit. Ga ik nu dood? Nee, ik ga niet dood. Oké. Dat scheelt weer. Ik heb nog 1 gadget. Die ik kan gebruiken. En dan zijn mijn gadgets op. Ja, dan heb ik geen gadgets meer. Ik zal even hier om het hoekje blijven wachten. En Gamebos kan hem daar wel hebben. Ja, en die kan ik hebben, die Baron. Uh-oh. Ah, shit. Oké, dit is balen. En ik mis mijn super ook. Ik ben nog niet helemaal on fire hier zo met Colt. Nee, zeker niet. Oké, dat waren eindelijk weer een paar goede hits. Ik moet iets geconcentreerder spelen. Iets meer gewoon damage doen met mijn schoten, want ik mis gewoon heel veel. Oké, yes, hij is terug. Ah, nee, nu ga ik dood. Ik ga dood. Haha, no. Oké, kom op, Gamebos. Je kan het. Je kan het. We moeten even zorgen dat we in de top 2 komen. God donders, hier zijn ze trouwens ook volop aan het vechten met elkaar. Gaat hij nu een kill maken hier? Ja, bijna. Kan ik die hebben, die Sprout? Uh-oh, ik ga dood. Shit. Oh, dit was echt lastig, man. Dit was echt een lastige. Weet je wat? We gaan weer even met Buzz spelen. Dat ging echt veel makkelijker. Dan doen we nog een potje met Gamebos en nu gaan we wel winnen. Maar moet je nu even het verschil laten zien? Of ik laat jullie nu even het verschil zien met Buzz en Colt in deze map. Want nu kan je met Buzz gewoon meteen naar het midden gaan en iedereen slopen. Oh ja, ik zal ondertussen de poll maken. Welke... Oh, ondertussen zal ik even op klaar drukken, want Gamebos is weer geliefd. Ja, ik zelf ben geliefd. Nee, de andere Gamebos. Welke knokker moet ik halen? Volgens mij had ik Ems die ik kon halen. En voor die andere moet ik eventjes kijken zo meteen. Dan kunnen jullie gaan stemmen op welke ik uiteindelijk moet halen. Oh, kan ik hem nu hebben? Yes. Moeten we wel meteen even oppassen. Ah, shit. Ik had niet helemaal door dat hij daar zat. Ja, we hebben Ems die we kunnen vrij spelen. En nog eentje. Zit ik trouwens net helemaal stoer te doen. Dat ik nu even laat zien hoe je moet winnen met Buzz. Ben ik meteen dood. Oh, dat is wel ernstig. Maar het kan nu natuurlijk nog steeds goed komen. Ik moet gewoon even zorgen dat ik mijn super krijg. Die 8-bit die had ik net ook gekild. Dus hopelijk gaat dat nu ook lukken. Ja, dat lukt wel. 8-bit is wel een makkelijk slachtoffer voor Buzz. En dan heeft Gamebos... Oeh, daar is een spike. Daar kom ik niet bij. Maar ik moet zo meteen dus even kijken welke knokker we moeten gaan pakken. Ems of nog een andere. Maar ik weet niet meer welke dat was. Ik zal het zo meteen even checken naar dit potje. Ja, dankjewel voor het wachten, Gamebos. En dat is trouwens wel het nadeel van Buzz. Als je niet het midden hebt in het begin, dan heb je eigenlijk meteen een probleem. Oh, donders, hij is nu bijna dood. Ja, nou, dankjewel. Dat scheelt weer. We hebben weer krachtpunten bij. Er is verder niemand in het midden. Ik had verwacht echt dat er mensen in het midden zouden zijn. Maar dat is dus blijkbaar niet het geval. Oké, die meneer P, die is hier dus ook. Als we die kunnen hebben, dan zijn we zo meteen echt sterk. Moet Gamebos wel even een beetje oppassen. Maar nu kunnen we die hebben. Even uitkijken. Oh, daar hebben we een search van 12 krachtpunten. Die is helemaal sterk, jongen. Maar die is nu wel bijna dood. Dus dat is wel lekker. Oké, we zitten in de top 2. Dus dat is nice. Hohoho, die Gus die was daar bijna. Of die had mij bijna kunnen killen daar. 17 krachtpunten heeft die search. Oké, weet je wat? Ik ga hier proberen levend te blijven. Ik ga hier even een rondje lopen. En oké, dit kan misschien nog goed komen. Over 4 seconden is mijn teammate terug. Dan hadden we misschien nog kunnen winnen. Maar uiteindelijk zijn we tweede geworden. En dat is ook helemaal prima. Ik zal eens kijken. We kunnen voor Ems gaan. Of we kunnen voor Pam gaan. Dat was hem. Pam. Dus jullie mogen stemmen welke ik moet gaan halen. En dan uiteindelijk in de video ga ik dus de meest gestemde ga ik uiteindelijk halen. Dus dan kunnen jullie alsnog mee beslissen met mijn free-to-play account. Dus dat is wel nice. Maar Gamebos, thanks voor het meedoen. Ja, ik speelde eigenlijk niet zo heel lekker. Jij speelde wel goed, dus thanks daarvoor. Maar we gaan door naar de volgende.
We zijn met Light 64. 31.000 trofeeën. En qua knokkers, hij heeft gerust redelijk laag, dus dat is wel chill. Ems heeft 75% van de stemmen op dit moment. Dat is wel vrij veel. Zometeen ga ik trouwens ook nog aan jullie vragen welke chromatische knokker ik dan moet halen. Want dat zijn er ook een aantal die we kunnen halen. Ja, dat zijn er echt veel trouwens. Ja. Oké, maar dat doen we zo meteen. Dat doen we zo meteen. Dan doen we echt een wedstrijdje gaan we doen. Eerst ga ik eventjes spelen met Light 64. Want we willen natuurlijk eventjes twee potjes gaan winnen. En ik denk dat dat wel gaat lukken. Ik denk dat ieder geval blij is dat hij mee kan doen. Op dit moment heeft 72% van de mensen op Ems gestemd. En 28% op Pem dan natuurlijk. Wat natuurlijk logisch is, want je gaat dan natuurlijk altijd door naar 100%. Maar dat is op zich wel nice, want eigenlijk wou ik ook Ems vrij spelen. Dus ik ben blij met jullie keuze. Oké, hier even uitkijken. Wat gaat die Frank doen? Die kunnen we misschien nu meteen hebben. Ja, die hebben we ook meteen. Dus dat is lekker. Hebben we 3 krachtpunten. En er loopt hier nog een Bonnie. Die we ook kunnen hebben, denk ik. Want die Frank, die was net dood. Ja, dat was zijn teammate. En die is nu helemaal weg. Ja, want die kan ook niet meer terugkomen. Want ik heb zijn teammate gekillt. Hier zit ook iemand in de bosjes. Oh, dat is een beetje jammer. Dat ik het daar misloop. Haha, die Sprout, die zorgde ervoor dat die Sandy mij niet kon aanvallen. Anders hadden ze mij misschien best wel kunnen killen. Maar dit is wel lekker. Ik denk dat we nu wel eerste gaan worden. Die Sprout, ik ga hier wel eventjes een beetje uitkijken, want ik speelde wel iets te aanvallend. Eventueel kan ik natuurlijk met mijn gadget er ook naartoe komen. En ja, top. En dan heb ik nog 1 gadget over, maar die Shelly, of die Sandy, die hebben we nu ook. Er zit alleen hieronder nog een team. Maar die hebben we ook makkelijk, kan met mijn gadget er naartoe. En die Tom, die hebben we dan. Oh, nog maar net. Maar wel een makkelijke win. Weer 9 trofeeën erbij. Light, goed gespeeld. En dan gaan we nog een keer spelen. Want we doen met iedereen 2. Oh, ik kan trouwens ondertussen ook wel even de andere knokkers doen, de chromatische. Maar dit is wel duidelijk. Ems is de winnaar. Dus ik kan deze poll beëindigen. En dan gaan we nu naar de chromatische. Wat ik nu ga doen, ik ga 2 keer een poll starten. 1 keer met de eerste 3 chromatische. En daarna met deze Janet, Otis en Sam. En dan hebben we 2 winnaars als het goed is. En die doen we uiteindelijk tegen elkaar. En die chromatische ga ik halen. Ja, ik zal weer even een poll maken. Welke knokker zal ik halen? En dan hebben we Search. We hebben Lola. Of we hebben Eve. En dan de winnaar van deze gaat dus tegen een van Janet, Otis of Sam. Dat gaan we dus dan zo doen. En uiteindelijk hebben we dan de knokker die de meeste van jullie willen dat ik die ga halen. Maar Light, je vroeg of ik als ik je als vriend kon toevoegen. Dat kan helaas niet, want mijn lijst is eigenlijk zo goed als vol. En ik kan niet iedereen als vriend toevoegen. Dat wil gewoon niet. Ik denk dat we al nu al bijna een duidelijke winnaar hebben. Search, die heeft meer dan 50% van de stemmen. Daarna Eve. Ja, Eve vind ik ook een hele goeie. Eve vind ik vooral een leuke om mee te spelen. Dat is het vooral. We kunnen even kijken of we hier die mods kunnen hebben. Nou, nog niet, maar ik heb wel bijna mijn super. Dus dat is lekker. Oh, donders. Oh, shit. Ik dacht echt dat hij daar bleef staan. Doet hij uiteindelijk niet. Kan ik hier nu kills maken? Dat kan ik zeker. Ik ga nu wel hier weg. Zal ik dat doen? Oké, ik heb mijn super niet nodig. Nee, oké, top. Dan ga ik nu namelijk wel weer naar het midden. Want hier is een Mortis. En als ik die Mortis van dichtbij kan pakken, dan heb ik hem makkelijk. Oké, die kan ik ook hebben. Die Janet is ook makkelijk. Oké, misschien kan ik die Mortis ook nog hebben. Nee, oké. Dat was net iets te veel van het goede. Oké, maar Lola is dus ver weg de minst favoriete. Terwijl dat Lola wel een mega goede knokker is trouwens. Ja, dat verkijk je soms op. Helemaal met super is Lola echt overpowered. Maar Eve is vooral heel leuk, omdat je daarmee over water kan. Maar Search is inderdaad ook een mega goede knokker. Sowieso. Oh ja, ik zat niet op te letten. Maar er zat inderdaad iemand hier in de bosjes. Ik moet hier even om het hoekje blijven. Top, dan hebben we die Search ook. En dan hebben we gewoon weer een win. Dan gaan we even kijken waar dat laatste team zit. Die zit hier in het midden. Oh, die zat daar. Oh, dat was het team die mij net gekild had. Nou ja, prima. We hebben in ieder geval weer 7 trofeeën erbij. En dat is het belangrijkste. Dan moeten we nu nog 1 potje winnen. En dan hebben we de credits vrijgespeeld. Hoe lekker is dat?
Ondertussen maak ik trouwens hier ook even een screenshot van. Dus dan kunnen we alles mooi onthouden. Dan weet ik precies wat ik moet gaan upgraden en niet. Maar Search heeft in ieder geval gewonnen. We gaan de poll beëindigen. En we doen weer even een nieuwe poll. En dat doe ik dus nu met Janet, Otis en Sam. En dan doen we zo meteen Search tegen de winnaar van deze. Welke knokker zal ik halen? Dan hebben we Janet, Otis of Sam. Oké, jullie kunnen weer stemmen en dan ben ik benieuwd wie de winnaar gaat zijn van deze. Maar Light, thanks for joining. We zijn toch weer twee keer, of één keer eerst en één keer tweede geworden. Ik dacht twee keer tweede, maar we zijn gewoon eerst geworden dat eerste potje. Dus dat is helemaal top. Dus dankjewel voor joinen. Ja, ik kan je helaas niet toevoegen als vriend. Ik zei het net ook al, dus we gaan door naar de volgende. Shadow! En dan gaan we eens kijken of we kunnen winnen. Hij heeft wel rank level 25, dus dat is wel nice. Maar voor nu is het handiger als je een knokker bent die iets lager is qua trofeeën. Kom, we gaan Jackie en Buzz. Gaan we vol door het midden. Oké, we gaan even kijken. Op dit moment heeft Janet 20% van de stemmen, Otis 32% en Sam 46% van de stemmen. Ik had eigenlijk verwacht dat Otis zou winnen, maar het ziet ernaar uit dat Sam aan het winnen is. Sterker nog, ik denk dat dat gaat gebeuren. Want ik zie Sam of Otis of Janet Sam echt niet meer inhalen. Dus ik denk dat we al een winnaar hebben. Na dit potje gaan we vervolgens nog even de laatste doen. Dan gaan we dan denk ik Sam tegen Search doen. Oké, maar we moeten even kijken. Ja, dit is lekker. Oh, dat is wat minder lekker. Nou ja, prima. We hebben in ieder geval alle krachtpunten hier. Dus dat is sowieso prima. En die Ash die blijft hier ook gewoon in het midden staan. Als ik die Ash was geweest, was ik al lang weggegaan. Dus veel te risicovol hoe die speelde. Oké, we gaan hier eventjes naartoe. Oh ja, prima. Lekker Shadow. En dan gaan we nu even die Carol pakken. Want zijn teammate is nu namelijk weg. En ja hoor. Twee krachtpunten erbij. En dan gaat dit potje wel goed komen. Die Frank kunnen we hebben. Oh lol, daar zat zijn teammate ook gewoon. Oké, hier kunnen we ook nog een kill maken. Yes. En dan hebben we hier ook nog een Frank. Daar ga ik ook eventjes naartoe. Want die kunnen we ook wel hebben. 6 krachtpunten heeft hij. Dus dat is eigenlijk de enige andere knokker die nog een beetje sterk is. Maar die hebben we nu makkelijk. En dan kunnen we nooit doorgaan naar dit laatste team. Nou, die Frank die hebben we nu ook makkelijk. Ik heb ziek veel damage gedaan dit potje. Echt niet normaal. Maar we gaan nu even de laatste poll doen. Want dat is namelijk Sam tegen Search. Ik ben benieuwd. En de winnaar daarvan? Oh shit, ik ben nu vergeten een screenshot te maken. Nou, dan maak ik wel een screenshot even hiervan. Welke knokker zal ik halen? Ja, dan kunnen we alsnog zien. Even een nieuwe poll starten. Welke knokker moet ik halen? Search of Sam? Welke gaat het worden? Ik ben benieuwd. De poll komt nu in de chat. En de winnaar daarvan gaan we dus halen op mijn free-to-play account. We doen ondertussen even een mooi potje met Shadow. Oh, trouwens, we hebben de 6300 trofeeën gehad. Dus dat betekent dat we zo meteen nog eventjes credits kunnen claimen. En het gaat trouwens redelijk gelijk op. Maar Search heeft wel een voorsprong. Search zit momenteel op de 56%. En Sam op de 44%. Dus ik denk dat dit wel de twee favorieten zijn voor jullie. Sterker nog, dat weet ik wel zeker. Ik heb hier mijn super, dus dat is lekker. Ja. Dat is de eerste. En dan gaan we gewoon even doorpushen natuurlijk. Hier, als jij hier zo blijft staan, dan is dat wel chill. En dan hier even mijn super erbij. Ja hoor. Top! En dan hebben we weer 2 krachtpunten erbij. 7 krachtpunten op dit moment. Nou, ik denk dat het wel duidelijk is wie heeft gewonnen. Ik denk dat Search uiteindelijk gaat winnen. Ja, lekker jongen. Lekker. Dat was een goed ingezette super van Shadow. Ja, sowieso. Oké, we gaan even kijken of we hier nog wat damage kunnen doen. Ja. Oh, donders. Dat was wel slim gedaan van die Max. Moet nu trouwens wel even oppassen. Anders ga ik hier misschien nog dood. Gaat uiteindelijk allemaal goed. En dan kan ik hier even een kill maken. En die Max die killt mij ook nog bijna. Die doet dat trouwens helemaal niet slecht hoor, die Max. Nee, die doet dat vrij netjes. Ja, ik vind dat hij dat goed heeft gedaan. Maar niet goed genoeg. Nee, want ik pak zelfs nog. En dan gaan we even hier de laatste pakken. Ah, shit, ik kom er nu net niet meer bij.
Ik kom er net niet meer bij. Even mijn gadget en dan heb ik hem alsnog. Ja, dan hebben we dit potje ook gewonnen. En ik wil eigenlijk die laatste clubopdracht nog even voltooien. Dus ik denk dat ik daar nog één potje voor moet doen. Maar het is denk ik wel duidelijk. Ah, weet je wat? Ik laat de poll nog even erin staan. Dan kunnen jullie nog steeds stemmen. Dus ik laat het er even in staan. En dan ben ik benieuwd wie uiteindelijk gaat winnen. Maar Shadow, thanks for joining. En dan doen we gewoon nog één potje. En dat is Solo Showdown. Dan gaan we nog één laatste potje. Iedereen slopen met bus. En dan heb ik ervoor gezorgd dat we die laatste clubopdracht ook hebben voltooid. Dan hebben we gewoon echt 100.000 damage. Nee, 1 miljoen damage of zo gedaan. Echt ziek veel in ieder geval. Dat is één ding wat zeker is. We hebben hier eventjes een tegenstander. Die boven kunnen we hebben. Oh, daar ga ik dood. Oké, dat was iets te enthousiast. Hoeveel damage hebben we gedaan? 5000. Nou, dan moeten we nog 6000 damage doen. Gaan we wel even doen. Maar in de tussentijd kunnen jullie dus nog stemmen op jullie favoriete knogger. En dat wordt uiteindelijk de chromatische knogger die ik ga halen op mijn free-to-play account. Oké, ik ga nu eerst even naar de zijkant. Ik zag hier dat er twee kistjes lagen. Dan hebben we daar in ieder geval iets aan. En dan gaan we nu even kijken of we hier in het midden wat damage kunnen doen. Of we hier die Jackie kunnen hebben. Ja, niet helemaal. Ik denk dat hij nu alsnog dood gaat. Maar ik heb in ieder geval het midden. En die Barley kan ik hebben. Ja, dat is chill. Top. Dan hebben we weer een kill erbij. En zit hier nog iemand? Nee. Maar we hebben nu sowieso genoeg damage gedaan. Dus ik heb alle clubopdrachten dan ook voltooid. Dus dat is ook wel lekker natuurlijk. En die search kunnen we ook hebben. Oh, nee, die stoel is dat natuurlijk. En ik zal hier eventjes blijven wachten. Want dan krijg ik mijn super. Dus Boel, dankjewel dat je hier eventjes wou wachten op mij. Ik laat jou nu daar. Aha, toch niet. Hoppa. Surprise. Ondertussen was er trouwens ook een Boel die me van de andere kant aanviel. Maar die durf ik wel aan. Ik denk met mijn super ga ik hem wel kunnen killen. Of dat was een Shelly trouwens. Dat was helemaal geen Boel. Dat scheelde niet veel. Als die Shelly de super had gehad, dan was ik er geweest. Maar het is uiteindelijk goed gegaan. En die Search. Jij probeert Sprout te killen. Is niet lief van jou. Is niet lief. Ik ga nu spreken. Zeker nog om eigenlijk ook Sprout te killen. Ja. Oké, top. Dan hebben we dit potje makkelijk gewonnen. Dan hebben we de opdracht voltooid met damage doen. Dus dan heb ik al mijn clubopdrachten voltooid. Dus dat is wel leuk voor mijn club. Want ik speel niet altijd even zeg maar actief. Dan is dit wel handig voor hun. Dan hebben ze in ieder geval wat punten erbij. Maar het is duidelijk. Search heeft gewonnen met 5% meer. Nou, eigenlijk 10% meer. Want het is 55 tegen 45 natuurlijk. Maar iets meer dan de helft van de stemmen. Dus dat is wel ziek. Ja, maar ik laat het erbij voor deze stream. Binnenkort, als we zeg maar meer opdrachten kunnen voltooien, ga ik ervoor zorgen dat we twee knokkers kunnen krijgen. Dus hou mijn kanaal in de gaten en dan komt het vanzelf. Of misschien volgende week in de livestream, dat dat leuk is. Ja, komt allemaal, maar ik laat het erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tot zondag mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Oh, wacht, dan moet ik natuurlijk hier even de livestream uitdoen. Ik wou mijn camera uitdrukken, maar het is natuurlijk een livestream. Nou, nu echt tot zo, joh.